Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmers in de nieuwe studio. We gaan het hebben over Rogue One. Ik ben Henk. Ik ben Sander. Ik ben Pim. Dus Rogue One, A Star Wars Story. De eerste film die niet van Star Wars, die niet in de trilogieën hoort. Maar ja, eigenlijk toch wel een klein beetje. Hè? Ja. Nou, het is wel echt een... Dit is wel echt een aanloop naar episode 4. Ja, dat is heel erg aanloop naar. Dit is een non-spoiler review. Dus als je de film nog niet gezien hebt en je wil nog gaan kijken. En ja, je wil weten wat wij ervan vonden. En een beetje waar je op kan letten en dat soort dingen. Dan gaan we jou helemaal inlichten. Pim. Ja. Waar gaat hij ongeveer over? Als je nog geen trailer hebt gezien. Een groep lui moeten de plannen van de Death Star eigenlijk stelen. Ja. Ja. Er is een... Stel nou dat je geen Star Wars fan bent. Oh. Je hebt nog heel weinig gezien. Nou, de plannen voor een superwapen. Nou ja, dan weet je het. Ja, precies. En er is allemaal ruimte, spul aan de hand. Maar je kent de Death Star nou niet. Ook al ken je Star Wars. Ik denk dat mijn moeder zelfs weet dat het Death Star is. Dan gaan we de volgende keer even vragen aan je moeder. Dat is wel. Dan hebben we mijn moeder live in de studio. Ja, nee, dus groepen en ze moeten de plannen zien te vinden, zodat ze, want anders is er een superwapen in het universum en dan kan niet, dus die moet kapot, want ze zijn rebels. En dan, want ze zijn rebels, ja. Dus dan moeten ze dat gaan. Hoofdrol door een vrouw, female lead. Felicity Jones. Ja. Daarnaast nog wat, ze heeft een soort van band, een beetje side characters. Volgens mij wordt de vergelijking af en toe gemaakt met Ocean's 11. Ja, ik kan me voorstellen, klopt dan een beetje. Beetje een band bij elkaar brengen om iets te doen. Een soort van heist-achtig. Dirty Dozen-achtig. Ja. Dat past denk ik er beter bij. Ja, gezien de setting. En in de film zie je een relatief groot deel van ook wat er gebeurt achter de schermen bij de Death Star. En hoe die generals en die verhoudingen een beetje liggen. Ja, het gaat ook Empire en de rebellen. En dan de Rogue One groep zit daar een beetje tussenin. Ja, precies. Maar ik vind het wel vet dat ze ook echt een beetje de interne struggles van de Empire lieten zien. En hoe de power struggles daar gaan en zo. Dat hebben we nog nooit echt eerder gezien. Nee, precies. Sander. Nou, over het algemeen, het was geen perfecte film. Ik heb er genoeg op aan te merken, maar ik ben wel content. Ik vond het echt wel een toffe film. En het was echt wel een... Nou ja, waar Force Awakens echt wel gewoon een Star Wars film was, vond ik dit wel echt meer een eigen smoel hebben. En dat vond ik wel echt... Dat was een aangename verrassing. Want ik was er van tevoren niet zo zeker van of Disney dat toe zou laten, zeg maar. Dat is Die willen alles hetzelfde laten lijken. Nou ja, goed, gauw formule. Hè. Kijk maar naar Marvel. Zie de stelling. Ja. Dat het gewoon allemaal enigszins in dezelfde richting moet zijn qua sfeer en zo. Omdat het gewoon anders... Ja, dan zijn ze bang dat ze te ver van het pad afgaan of zo. En dan denken ze dat ze misschien ineens heel veel minder geld verdienen. Wat het natuurlijk niet zo is, want het is Star Wars. Dus iedereen gaat er toch wel in. Ja. Oké. Maar wat vonden jullie er dan van? Als niet Star Wars fan? Henk, jij eerst? Oké, nu mag jij. Watch your words, Henk. Ja, precies. Choose your words carefully. Ik vond hem wel oké. Ik vond... ik merkte dat ik de delen met de Death Star en zo cooler vond dan de Rebels. Want ik ging niet helemaal mee in het verhaal van de Rebels. En dat vond ik een beetje jammer. Ik had mijn bedenkingen bij die Felicity Jones vanaf het begin al. Ja, ik ook. En dat viel mee. Oh, moet ik zeggen? Ja, dat vond ik juist weer niet. Oké, dat was wel fijn. Alleen vond ik, merkte ik dat ik niet genoeg mee werd genomen in het verhaal. Waardoor ik toch af en toe weer zat te denken van waarom doen ze dit nou weer dan? Dit is niet helemaal logisch of duidelijk. Ik vond de regie af en toe wat... Ja, dat ik dacht, waarom zijn ze hier nou? En wat zijn ze hier nou eigenlijk aan het doen? Hoe staan mensen in een bepaalde... Dat soort dingen. Dat vond ik niet helemaal...
Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik had het idee, we wisten van tevoren, of in ieder geval, ik heb van tevoren gelezen dat die Gareth Edwards die nu geregisseerd heeft, soort van dat stokje over is, ja, of niet helemaal over is genomen, maar dat er toch best wel wat reshoots waren. Het is natuurlijk allemaal speculatie, maar wat er. Sowieso is er, op een gegeven moment heeft Disney de productie stopgezet en die heeft, hoe heet die knakker ook alweer? Tony Gilroy. Ja, Gilroy. Heeft ze opgezet om script. Officieel is het verhaal dat hij het script aangepast heeft en dat ze daarna reshoots hebben gedaan. Maar wat ze zeggen is dat dus op een gegeven moment Disney gewoon de stekker eruit heeft getrokken, Tony Gilroy erop heeft gezet en die heeft het afgemaakt. Ja. Omdat Disney het niet bij Disney vond passen. En waarschijnlijk is dat omdat het echt, dat Gareth Edwards er echt een soort van war movie van had gemaakt. Ja. Wat niet echt gewoon niet kid-friendly was. En dat vind ik ook wel jammer dat ze dat niet. Want je ziet het wel in de film. Dat er soms echt gewoon een soort van Vietnam-achtige stukjes in zitten. En ik zat echt zo, oké, nu wordt het echt vet. Maar dan was het net. We gingen net weer PG-13 kampen. Ja. Je zag wel een paar mensen flink afgeknald worden, maar dan toch wel. Ja, het is ook natuurlijk het ding dat ze, net zoals in die andere Star Wars, is het gewoon met lasers is het gewoon zo'n soort van brandplek. Dus het is niet gewoon bloed dat overal uitspuit en zo. Maar zo bij sommige, vooral op de Stormtrooper, soort van armor, zag je niet eens een mark of zo. Oké, we moeten maar geloven dat hij geraakt is ergens. Ja, maar dat was net als in die oude films. Je ziet zo'n rookwolkje dan. Maar ik vond het wel jammer dat je niet gewoon zo dat zo zag. Maar ik had vooral, voor mij was vooral het begin, zat ik heel erg zo beter wordt het wat leuker. Want die Felicity Jones de hele tijd, ik vond haar gewoon niet goed acteren. En ik vond het personage een beetje irritant. En toen die anderen erbij kwamen, toen werd het wel echt leuk. En natuurlijk, die kregen natuurlijk ook weer screen time. En toen een beetje richting het einde vond ik het ook steeds spectaculairder worden. En daardoor kijk je het ook eigenlijk. Ja, want dus natuurlijk wel, zeg maar, het einde vond ik echt wel spectaculair. Ja, het was echt vet. Ja, het bouwde wel echt goed op naar een tof einde die gratifying, zeg maar, is. Ik persoonlijk vond juist ook het begin echt wel tof, omdat het wat meer inging op de details van het gewoon het leven onder Imperial Rule, weet je wel. En dat vond ik echt wel tof gedaan. Dat je ook echt zag dat die dat ook echt gewoon, dat die Rebellion ook daadwerkelijk wat deed. Want in de andere films zie je altijd de Rebellion. Maar ze doen eigenlijk nooit wat er nu zijn. Dat dikke warfare shit. Ja, dat vond ik echt wel tof gedaan. Dat vond ik ook nog wel wat hebben, ja. Maar alleen vond ik het jammer dat het niet meer. Want je hebt een bepaalde steden, dacht ik, blijf je nou gewoon een iets langer hangen of zo. Ja. Dat vond ik echt heel erg vet. Na een tijdje was het weer, weer allemaal naar het schip, Rebellion Base, weet je wel. Ja, dat ken ik al wel. Ja. Nou, zeker in het begin gingen ze heel snel van hop naar her. Ja, het was echt zo. 5-6 planeten. Oké, we gaan even langs. Dan nemen we een Uber naar die. En ik zat echt zo, dat is goed. Maar dat ging hard. Nou, ik vond het juist wel vet dat je heel veel nieuwe dingen heel snel achter elkaar zag. Maar ik vond het jammer dat ze eigenlijk al die dingen gewoon maar heel kort. En dan kwamen ze verder ook niet meer terug of zo. En dat was het dan gewoon. Maar, dus, want we hebben natuurlijk nog heel veel te bespreken voor de discussie. Uitgebreide discussie. Ja. Maar het was geen slechte film. Nee. Nou, voor mij als Star Wars film was het echt een leuke edition. Ik vond het echt een hele goede prequel voor episode 4. Ja. Want dat is het echt. Ik vond wel, maar dat is ook wat ik straks nog wel ga uitleggen. Maar ik vond het voor een losstaande Star Wars film niet heel erg losstaande Star Wars film zijn. Het was zo erg tie-in, Ik ben het in zekere zin met je eens in de zin dat het eigenlijk het eind sluit naadloos aan op episode 4. Maar het begin, het begint wel los, je kan hier makkelijk inhaken en dan verder kijken. Ja, en dan heb je niks, dan heb je niet iets met dat einde. En mensen die wel, dat is wel waar. De film haakt in op episode 4. Dus dat, als je dan deze kijkt en dan gelijk, zeg maar, even popcorn pakt en dan 4 kijkt, dan kijk nou. Ja, het is wel zo grappig. Oké, Sam. Dus zeker kijken. Ook als niet Star Wars fan of als niet Star Wars fan. Ja, jawel. Het is wel een leuke Space Odyssey. Ja, het is alleen wel, je hebt wel een beetje die awkward position dat het heel erg verbindt aan 4. En dus ook heel veel referentie doet naar 4. Dus dan zit je wel zo van, als losstaande film. Nou, er zitten wel heel veel
Ja, dat laten we heel het erg is, open. Het gooit je wel meteen al gewoon in het midden van... Oké, je moet al weten hoe de Empire en de Rebellion... dat soort dingen allemaal in elkaar steken. Ja. Want dat laat ze redelijk snel... Ja. Al snap je dat natuurlijk al wel van... Duitsers, of als je dit, dat een beetje zelfs... Ja, dat is zeker als niet dat iets voor de discussie over dit, wat de schrijver er allemaal over heeft gezegd. Maar ik vind het wel... Het is een beetje pet peeve van mij, maar... Als je dat ziet over de, bijvoorbeeld in episode 4 of zo, vind ik ook dat daar redelijk... Er wordt ook niet echt uitgelegd van, oh, dit is de Empire en hups nee, en zo. Nee, niet dus wat dat betreft, ja... Nee. Ze zijn gewoon de occupants. Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Dus... Onze relatief korte review van Rogue One. Ja, Star Wars. Gaan we kijken. En dan hopelijk zien we jou terug bij de uitgebreide review. Als je de film nog niet gezien hebt, ga dan de film kijken. En dan kom straks terug voor de uitgebreide review. Ja. Dankjewel voor het kijken. Volg ons op Facebook. Oh ja, Twitter. YouTube. Like, subscribe. YouTube, dan kan je alles van ons volgen. En luister ons op iTunes. iTunes, ja. Tot de volgende aflevering. Instagram. Welkom bij de uitgebreide review van Rogue One. Als je de film nog niet gezien hebt, raad ik je af om deze video te kijken. Ga dan eerst de film kijken. Of kijk eerst onze review. Kijk dan de film. En kom dan terug om deze uitgebreide review te kijken.